Dank u wel. Oké, dan neem aan u zometeen weer naar huis gaat. Ja, gaan we gaan even naar de hebben we afspraak of zo? Nee, we hebben geen afspraak. Nee, we hebben geen afspraak. 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 Oké, ik heb maatschappen nodig naar het huis. En dan gaan we. Ja, wij gaan. Jullie gaan maatschappen nodig. Het is niet ons. Dus, ik probeer het te doen. Ik heb een biggie man. Ja, het was niet ons. Dus, ja. Ik kom toch naar huis. Kunnen we dan inladen? Oké. Palom Adem
Grote mensen mag instappen in die voertuig, ben je gaan vertrekken. Abby, welkom thuis. Iemand moet hier open doen, want hij komt naar buiten. Ave Maria, Mas raíces, Jesus,
sari hai ma sa ye sa sa sari tu nahi
Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Waarom zou ik aan hem twijfelen, die mij voorgaat keer op keer? Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel. Ik weet wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel. Al de weg leidt mij mijn heiland, troost geeft hij tot in de dood. Als ik zwak ben in beproeving, sterkt hij mij met hemelsbrood. Telkens als
was blind, but now I see. Was blind, but now I see.
You walked with me, footprints in the sand, and helped me understand where I'm going. You walked with me when I was all alone, with so much unknown along the way. And then I heard you say, I promise you, I'm always there. When your heart is filled with sorrow and despair, I'll carry you when you need a friend. I see my light flash across the sky. So many times have I been so afraid. And just when I thought I lost my way, you gave me strength to carry on. That's when I heard you say, I'm not afraid to die.
we've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you. When you turn and walk away, don't look back. I will remember you just like this. Let's just kiss and say goodnight. I want you here to
gbogbo asibi ọkọ. Thank you.
Genesis 3, vers 19. Want tot stof. Want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Goedemiddag, bedoelde familie en vrienden, zeer gewaardeerde aanwezigen. Namens de familie Holm heet ik u welkom op deze
om meerdere redenen bijzondere dag. Een dag die verdriet met zich meebrengt, maar bovenal ook vreugde en dankbaarheid. We zijn hier bijeengekomen om de laatste eer te betonen aan onze geliefde Albert Ludwig Holm. Geliefde familieman en vriend, ziet u maar wie er allemaal aanwezig zijn, ook uit het verre buitenland. En een deel dat participeert via de livestream, want het heeft een heel groot netwerk van mensen die hier niet kunnen zijn, maar ook een grip van Albert wil ontvangen. Albert is op 30 april 1953 geboren, op 20 april jongsleden tot de Heere geroepen. En heden, vandaag, zal hij 70 jaar worden. De dag waarop wij hem aan de schoot ter aarde zullen vertrouwen. Ik ben dienbaar hier, een huisvriend van Albert en Lydia, en ben door de familie gevraagd om dit bijzonder moment te begeleiden. Wat ik wil voorleggen met verschillende eerbied naar het beste kunnen zal doen. Graag neem ik het programma vandaag met u. Er zullen enkele sprekers aan het woord komen tot ongeveer 2 uur. Daarom aansluiten Saldi Benes, Hilary, Spandoor, de dienstleider. En omstreeks 14:15 zal de roos moeten vertrekken naar de laatste rustplaats van Zwijnwijk. We gaan nu aanvangen met de sprekers. En als eerste wil ik naar voren roepen Rani Hadden om zijn boodschap ons te delen. Goedemiddag. Zoals ik aangegeven, mijn naam is Rani Hadden. Ik ben eigenlijk een broer van Albert Hadden. Albert Houden is vanaf het begin om Lydia, met wie hij bijna 40 jaar leven gedeeld heeft, die ook met hem gekomen is in Suriname, om zijn hart te wensen eigenlijk, is gevuld. En vaak spraken over de avondreden, maar dat is het nooit, ik zal ze leven niet. En natuurlijk is het ook zeer verpand dat mensen zouden komen, onder andere zijn zoon en zijn dochter, Joël, Roxana, Joël. En natuurlijk zijn er ook kleinkinderen van Wijn Albert in Nederland. Ook zijn er hier alle broers en zussen vertegenwoordigd: Edie, Joe, Robbie, Claire, uit Nederland. En Rani en Hedy hier in Suriname te plekken aanwezig en zo te zijn. Zoals ik er diep is aangegeven, Albert heeft eigenlijk ons allemaal verrast. We noemen het zo allemaal Apora-pleiding. En zijn de Apora-pleiding, inderdaad, alles ging goed. Alle berichten die we kregen vanuit het ziekenhuis waren positief. Zijn oudste zus Hedy, die zou op 21 april ook jarig zijn. En is toen aangegeven van Hedy, dan span ik op mijn verjaardag. En natuurlijk was de verbazing groot als je namelijk te constateren dat op 20 april Albert zegt van oké, ik ga weg. Wie was Albert? Ja, eigenlijk is de tijd te kort om eindelijk Albert hier samen te vatten. Het was een zelfstandige man, het was een briljante man, het was een vooruitstrevende man, het was een zelfstandige man. En Albert was eigenlijk onze godvader, onze guru, onze, ja, als er wat was, dan zei van Albert, Fawaka, dan stond Albert klaar. Albert was ook heel, hij hield heel erg van zijn familie. Ik mag zeggen dat hij ook heel erg van mij hield. Als ik in Nederland was, zit ik altijd bij Albert. En als Albert naar Suriname kwam, is Albert altijd bij mij. En hij bewonderde me zoals ik hem bewonderde in zijn activiteit.
tijden in ons leven liet. Toen hij terugkwam naar Suriname, had mijn zus een heel mooi huis voor kunnen organiseren. In Paramaribo gewoond. Mooi huis, lage huur. En op een manier, ik wil in de buurt bij Rannie wonen. En inderdaad, ouder woonde 5 minuten bij mij vandaan. Ik was heel blij en heel happy afgelopen met het water. Hengelde. En dan ging elke dag wanneer hij langs keek, dan maakte hij een bocht naar mij toe. Kom je bij zitten op het balkon. En we spraken over het bedrijf, over zijn activiteiten. En alle belangrijke dingen die eigenlijk met ons in het leven. Albert was vandaag ook jarig. En eindelijk wil ik het verjaardagslied met jullie zingen. En ik ga het aanheffen. En omdat vandaag ook een bijzondere dag is. Diep gaf het al aan, vandaag zal Albert 70 jaar worden. En omdat hij 70 jaar zou worden, zouden we inderdaad zeggen, we gaan een feest voor hem. En ik wil graag een verjaardagslied voor het zingen. En u allemaal alvast controleren met het heden van onze lieve broer, vader en echtgenote. Want verjaardag. Dank je wel, Julia, dat u zo goed was voor onze vader. Ja.
Joan, Tante Claire, Tante Cher, oom Annie, oom Robbie, oom Meo en andere familieleden. Hoe jullie ons steunen, Joa, Lydia en mij, ondanks jullie je eigen verdriet hebben, is zo warm en heb ik geen behoorlijke voor. Pa is zo trots op jullie. Dank jullie wel. Dank voor het delen van jullie intense gevoelens met ons. Heel gesteld op dit moment. In ons midden is Lisa Houwen. En ik wil haar uitnodigen namens haar zus, Cher en zichzelf haar bijdrage te geven. Te vertellen dat iemand lastig viel, maar dat is nog niet klaar.
vuist uit te reiken. En soms van de verkeerde persoon. We hebben ons kapot gehad toen we dat hoorden. Daarnaast was hij een fructeloos voetballer. Dat heeft zijn maat Paul, hier aanwezig, in een slag met mij gedeeld. Vond het leuk om te horen hoe u het leven van, of de relatie met vriendschap met Abi hebt ervaren. Abi, een man met ondernemingsgeest, de hele familie overigens, vooruitstrevend en meervoudig gecertificeerd lasser. Met trots liet hij zo'n dikke ordner aan ons zien, vol met certificaten. Die man was niet van hier, vele konden van hem leren. Hij maakte verre reizen voor zijn werk om het geld op een eerlijke manier te verdienen. En hij onderhandelde keihard, want hij zegt, het heeft me schwind. Als hij hard werkt, moet hij ook beloond worden. Dus hij kwam voor zichzelf en anderen. Daarnaast was Abbé gitarist, muzikant, dat weet jullie ook, maar daarnaast ook zanger. We hebben thuis hele leuke momenten gehad, karaoke momenten, waarbij Robbie ook heeft meegedaan. En dat was een lust om met elkaar die momenten en die herinneringen te maken. Ik wil toch ook met u delen hoe Abbé bij ons is terechtgekomen. Want Abbé is de naam die Lydia, zijn echtgenote, en heeft gegeven, begrijp ik. Zijn intimie, noemen hem Jimmy. En wij zeiden soms zijn we Albert, want die naam misschien was wel gevraagd. Dat was of Abbé of Jimmy. En hij belde mij op, via gemeenschappelijke vrienden in een huis of in de stad. We gingen naar het centrum, zoals Abbé zei. En dat was een leuke woning. En toen zei hij aan mij, maar diep, eigenlijk wil ik een woning dicht bij de natuur. En ik was zo, maar als ik ga binnen zo ver buiten de stad, nee, maar ik dacht, wat doet ik daar? En ik zei, maar eens kijken. Zo kwam ik op de plek terecht waar hij met Lydia een hek woonde. En hij kwam daar en hij was direct verkocht gisteren, ik ga hier niet meer weg. En wij waren allemaal dankbaar. Vervolgens hebben we heel vaak met elkaar gesproken, hele leuke momenten met elkaar gedeeld. En daar groeide een vriendschap uit, waar wij dan daarvoor zijn. En eentje kan ik niet nalaten, u weet het, Abel is een grap neus. Die man heeft wel een moppenkapper, hij kon van elk moment wel een mop voor je verzinnen. Ik stond er versteld van. Ik hoop dat u die ervaring ook heeft. En een vriendje met u die, kent u iets van hem? Van Mirbesani. Christian. Ik ben zo goed in muziek maken, dat omstanders, passanten, de ruiten ingooien om het beter te kunnen horen. En dan lacht hij zelf helemaal van om zijn gang. Toch? Maar dat kenmerkt de man. Zijn lieve, enthousiast, spiritueel, vrolijk. Ik ben dankbaar dat ik deel heb mogen maken van zijn levenspad. Abbé was van alle markten thuis op muzikaal vlak. En een taal speelde daarbij geen rol. Hij luisterde naar ons. Zo ook naar Surinaamse muziek. Maar ook Hindoestaanse muziek. Liedjes. En ik heb vaker met hem gezongen. En Lydia weet, zijn lieve vrouw die weet, dat hij er zei, niet kwam, je moet liedjes zingen. Hij zei, ik ken het niet. Dus hij kwam met alles van het werk. En omdat Abbé hier zo nog in ons midden is, wil ik graag een laatste nummer voor hem zien. Zetua chehera to dikhao aur thora sa muskurao. Het is niet voor bereid, jongens. Ik krijg ondersteuning. Bro. Een boodschap voor liefde, vreugde en saamhorigheid.
जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी तुम्हें मिलने से पहले, अब दिल से दिल और थोड़ा सा मुस्कुराओ। तन्हाई में और तुम अन्ने के रस्तों में शर्माना घबराना, ऐसा है अपनों में मेरी जान। मेरा मन तेरा मन, मेरा मन तेरा मन, वैसी ही मिलता है अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। खुशबू का फूल से सदियों का रिश्ता है, गीतों का सुर जैसे लम्हे ढल जाता है मेरा। मेरा मन तेरा मन, मेरा मन तेरा मन, यूं ही मिलता है अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। Semua ke sini yang muda tim Royal Senti at Codrims Royal Lydia and Albert van de Baar, condoleances speciaal aan de echtgenoten, de kinderen en de rest van de familie. Dosto, vrienden, nu nodig ik uit zuster om namens Lydia een boodschap aan ons te doen. Mijn levensreis met AB begon toen hij met de smoes naar mij toe kwam met de woorden: ik heb met je broer gewerkt. Ik, Lydia, ik dacht, wat een grappenmaker. Niet lang daarna kwam hij op de stoep van mijn ouders thuis. En zo kwam van het een het ander, wat uitmondde in een huwelijk. Ons huwelijksleven was gebaseerd op liefde, saamhorigheid, respect en geduld. Samen hebben wij heel veel leuke dingen ondernomen. De reizen naar verre landen, zoals Turkije, Indonesië, Bali en Jakarta, zijn onvergetelijk. Net zoals Turkije, Italië, Venetië, Spanje, Zweden. Al waar ik daar werkzaamheden moest verrichten als een goed gecertificeerde lasser. Abi koesterde, naargelang hij ouder werd, de wens om voorgoed naar Suriname terug te keren. Aldus
kwamen wij in augustus 2021 tijdens de COVID-periode in Suriname aan. Korte tijd daarna vonden wij een mooi huis langs het Saramaga-kanaal, precies zoals hij altijd van gedroomd had. Hij kon er naar hartelust hengelen. Wij kochten een auto om erop uit te trekken en wij zochten oude vrienden op, bij wie we samen genoten van de ons bekende muziek. Met betrekking tot zijn algehele gezondheidstoestand bleek dat hij een versleten knieschijf had, dat zeer pijnlijk was bij het lopen. Hij besloot toen om zich te laten opereren aan zijn knie, welke operatie heel goed verlopen was. Na revalidatie, de revalidatie sloeg goed aan en hem was toegezegd dat hij in een korte termijn ontslagen zou worden. Maar de Almachtige heeft anders beslist en heeft Albert uit zijn lijden verlost. Ik, Lydia, bedank hierbij de familie voor de ondersteuning in deze voor mij moeilijke periode. Uw aanwezigheid op deze bijzondere dag wordt door mij ook zeer gewaardeerd. Tot slot zeg ik tegen Abbe. Abbe, bedankt voor je liefde, je zorgzaamheid en de mooie herinneringen tijdens onze levensreis. Wat goed, lieve man. Uren over praten, uren, en dan zei ik tegen hem, maar dat was erbij. Ik zei, oh ja, 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 ja.
onze zusje Lida in Nederland, die weer vanwege gezondheidsreden niet bij kan zijn, maar ook daar vol intens verdriet zit. Dit is weer een beroep die wij ten grave brengen. Niet zo lang geleden was Melvin en nu Albert Rodriguez. We zullen hem missen, natuurlijk. Maar laten we de mooie momenten gedenken die wij met hem hebben meegemaakt. In het bijzonder in Tilburg. De tijd dat Albert en de andere moest dachten dat zij de Next Jackson 5 waren. En iedere zondag speelden we in de instrumenten en wij dat moesten aanhoren. De verhalen van zijn tijd in het leven en gaat zomaar door. En ieder van ons heeft een mooie herinnering aan jou en draagt het met hem of haar mee. Vandaag, precies 70 jaar geleden, kwam je op de aarde en liet ons genieten van jouw aanwezigheid en vandaag geven wij jou terug aan haar. Voor alle neven en nichten, wij weten dat jullie mooie herinneringen aan jullie lieve oom Albert hebben. Sommige spannend, sommige grappig. Van mijn kant, Alibaba, ik rouw niet om jouw dood. Ik ben iemand, ik vier het leven, ik vier jouw leven. Je was een levensgenieter, een avond op vakantie gaan doen, een troep pak een jaar, een gulle man, in iemand vol humor. Albert, moet u houden. Hoezeer wij jou ook hier willen houden, God heeft u naar huis geholpen en zeker een plaats voor jou bereid. Wat kan doen? Rust zacht, zal altijd in ons hart blijven. Zuster, bedankt voor deze mooie woorden. Lieve mensen, het is al 2 uur geweest en ik zou graag hierbij diakones in het Schouwburg uitnodigen om de dienst in te leiden. Na zijn knieoperatie. Hij verheugde zich
op de verjaring van Sintjes baby de volgende dag, want hij had haar beloofd aanwezig te zijn. Zelfs had hij al plannen gemaakt voor zijn 70ste verjaardag, die hij vandaag, zondag 30 april, zou vieren. Hij keek uit naar de komst van zijn kinderen op vrijdag 28 april laatstleden. Wie had gedacht dat zij eerder zou moeten afreizen? Broeders en zusters, de mens weet, maar God beschikt. Amen. De mens weet, maar God beschikt. Libisma en meki barkin, maar God ebowe. Sibi, libisma en meki barkin, maar God ebowe. Vaak denkt de mens dat hij of zij tot alles in staat is. Maar de Schepper's wil en wijsheid blijft eeuwig bestaan. Wij maken onze plannen, maar God bepaalt de koers. Maar hoe fragiel zijn onze plannen? Onze toekomst hebben we niet in eigen hand. We worden allemaal van tijd tot tijd met de neus op het feit gedrukt van onze nietigheid. All we are is dust in the wind. Alles wat we zijn is stof in de wind. En zo zijn ook onze plannen, want het is God die beschikt. Wij zijn bedroefd, beste familieleden, hier en over zee, maar we leven niet als mensen die geen hoop hebben. Want onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Het hart van een mens bedenkt zijn weg, maar Yahweh bepaalt de koers. En nooit, nee, nooit maakt hij ook maar één fout. Laat het de troost zijn voor allen die achterblijven. En laten wij ons lot in handen geven van onze hemels Vader en onze toekomst overlaten aan hem. We gaan met z'n allen zingen op bladzijde 4. Abba Vader, u alleen. Abba. Thank you.
onze broeder Albert Ludwig Owen. De derde zondag na Pasen, de zondag jubilate, jeugdcode geen ganse aarde. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. De dagtekst is genomen uit Genesis 28 vers 16. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, waarlijk, de Heer is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, waarlijk, de Heer is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Het weerwoord is genomen uit Lucas 24 vers 32. De discipelen zeiden, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? Was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? Het Bijbelwoord leert, God aller schepselen kracht en raad, een Vader wonderbaar, die dag en nacht ons vader slaat, en goed in elk gevaar. U loven wij die eeuwig rijk, oneindig in genaar, als zondags onveranderlijk uw gunst over vroeg en spaar. We zingen samen op bladzijde 13. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht kon stromen. En ieder die leeft en in mij gelooft.
geloof zal nooit sterven. De zielen van de gerechtvaardigden zijn in Gods hand en geen kwaad raakt hen aan. En de ogen van onwetenden schijnen zij te sterven en als vernieling wordt hun heen aangezien, maar ze zijn in vrede. Onsterfelijk schiep God de mens naar zijn eigen beeldenis. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, zo nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in gras geweiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, hij en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Amen. Amen. En op Bibisabu Jibri de no to moromi, bladzijde 9. Paulus zegt, stel eens,
van mensen en engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai, zoals een bawaai. En stel dat ik kon profiteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt, en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde ik niets voor. Stel eens dat ik alles wat ik had weggaf aan arme mensen. En stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan. De liefde, mijn broeders en zusters, is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Het schept niet op. Het vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd, maar vergeeft als de ander iets verkeerds heeft gedaan. Het is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, maar denkt altijd het beste van een ander en blijft geduldig. De liefde verdwijnt nooit. En die liefde heeft onze broeder Albert Ludwig Bouwen gedragen. Hij wist wat liefde is. Liefde voor zijn vrouw en zijn kinderen, voor zijn broers en zussen, voor zijn pleegvader en allen die op zijn pad kwamen, zijn buren en zijn vrienden. Die liefde heeft hij ook ervaren en de liefde heeft hem tot een mooi mens gemaakt. Zie daar, een mooi product is heen gegaan. En in die liefde, broeders en zusters, zal hij vandaag op zijn verjaardag zijn laatste gang maken. Wij vieren zijn leven vandaag, zoals onze zuster Claire reeds gezegd heeft. En nu moet ik wel wat zeggen. En dan kijk ik naar Joël. Want ik heb de familie gezegd, niemand gaat iets zeggen wat ik moet zeggen. Maar ik heb alleen wat gehoord. Maar het maakt niet uit. Ik lees de levensbeschrijving voor zoals ik het gekregen heb van de familie. Sommige mensen, maar een beetje later, zeggen we ook niet alles gehoord. Dus ze gaan een paar dingen dubbel horen. Maar dat is niet erg. Albert Ludwig Bouwen. Hij zag het levenslicht op donderdag, ik zeg donderdag, 30 april 1953 te Paramaribo, als zoon van Ludwig en Irma Bouwen. Beiden weiden. En werd op donderdag, 20 april 2023, door zijn heer en heiland naar huis geroepen op 69-jarige leeftijd. Dus vergeet niet, geboren op de donderdag, gestorven op de donderdag. Albert was vader van Roxana en Joël Bouwen. Hij was gehuwd met Julia Ra-La-Alu, zeg ik het goed? Ja. Was grootvader van 6 kinderen. Broer van Heidi Heijmans Soeters, Joan Soeters, Granny Bouwen, Robbie Bouwen, Claire Bouwen, Cher van Leeuwarden en pleegzoon van Nando van Leeuwarden. In dierbare herinnering zijn broers Ramon en Ken Reder en zijn jongere broer Melvin Bouwen. Een zeer sociaal bewogen mens. Met een gouden hart is ons voorgegaan in heerlijkheid. Zijn dood is onverwacht gekomen, maar voor God op de juiste tijd. Want zijn tijd is onze tijd, broeders en zusters. En onze tijd is zijn tijd ook niet. Onze tijden liggen in zijn handen. Amen. Onze tijden liggen in zijn handen. Albert heeft het grootste gedeelte van zijn leven in Breda en Tilburg gewoond. Hij heeft de MAVO, agrarische school en de LAS-opleiding met succes doorlopen.
Van beroep was hij lasser, gespecialiseerd in oogheenlassen, internationaal gecertificeerd en heeft gewerkt in Italië, Duitsland, Spanje, Denemarken en Noorwegen bij onder andere bedrijven als Ferrari, Lamborghini, Volkswagen en nog een paar andere bedrijven. Ook heeft hij zijn dienstplicht vervuld voor de Nederlandse luchtmacht, onder andere in Nederland en Duitsland. Albert sprak vloeiend Duits. Zijn hobby's waren muziek maken met zijn broers en populair muziekventjes bezoeken, dansen. Hij ging graag naar concerten en zong heel graag. Het leven was een groot feest voor Albert. Hij hield heel erg van voetbal, was een geweldige middenvelder en uiteindelijk werd hij voetbalcoach. Albert hield van vakanties en ging een paar keer per jaar op reis. Zijn karaktertrekken waren rechtvaardig, gedisciplineerd, beschermend, dominant, koppig en hij hield van zijn vrijheid. Zijn achterbak van zijn auto was als het ware een supermarkt. Er zat altijd van alles en nog wat te eten en te drinken erin. Ook mocht de voetbal nooit ontbreken in zijn achterbak. Hij hield van muziek beluisteren. Hij had altijd een dure muziekinstallatie. En op het moment dat Albert in zijn auto stapte, ging de muziek op volle toeren aan. Een echte lauwbroek. En vooral, maar overal waar hij kwam, was er gezelligheid. Gezelligheid kent geen tijd. Het was een charismatische man met een pittige, maar ook warme uitstraling. Albert kwam regelmatig naar Suriname en besloot zijn laatste jaren hier door te brengen. In juli 2021 werd hem door zijn kinderen, zijn broers en zussen, nichten en neven en zijn vrouw een prachtig afscheidsfeest gegeven. En hij vond het feest een ware verrassing en straalde van geluk en blijdschap, waarbij er verse groepsfoto's gemaakt zijn waarin te zien was hoe apen trots hij was op zijn familie. Op 31 augustus 2021 vertrok Abbe, zoals hij liefkozend genoemd werd, naar Suriname. Zijn geboorteland met aan zijn zijde zijn geliefde Woodia. Taranana Jantje. Met wie hij op 31 maart 2000 in het huwelijksbootje stapte. Een huwelijk van 23 jaren dat de dood hen heeft gescheiden. Zijn jongere broer Rani was zijn getuige, want hij had een bijzondere band met Albert. Vanwege het coronavirus, zoals u het net hoorde, moesten ze bij aankomst in Suriname eerst 10 dagen in quarantaine. Daarna vonden ze een prachtig huis. Ik heb het zelf gezien, heel prachtig. Ik zou daar willen wonen. Aan het Saramaka-kanaal, waar hij en zijn Woodia naar harte lust konden vissen. Albert, ik ga je taak overnemen, want ik ga voor je gaan vissen daar. Langzaam, maar zeker, kreeg hij ernstig last van zijn rechterknie en werd op 14 april jongsleden geopereerd. Op donderdag 20 april, de dag waarop hij het ziekenhuis mag verlaten, heeft de Heer hem naar huis geroepen. De Heer zei tegen Albert, nee Albert, artsenhuis, jouw plaats is reeds bereid, kom home, kom home. Ineens, zo abrupt voor ons mensen vrij plotseling, een shock voor de familie en vrienden. Maar liefde bedenk, wij mensen maken onze plannen, maar God bepaalt de koers. Als familie buigen wij ons hoofd voor de wil van God en wij danken hem dat Albert, onze lieve broer, fantastische echtgenoot, geweldige vader en grootvader,
Vader, toegewijde pleegzoon onder ons mochten toeven en dat we hem mochten leren kennen en hem mochten leren respecteren en dat we veel van Albert geleerd hebben. Lobby Brada Albert, Wakapoen, wie lekker familie, Mati, Nagaboom Kompeer, wie het dat je grant aan die alle boom die je bent toe die Uno. Sribi Sweetie naar je Masra zei, Gondre en Barrio a Josidam. Mag ik de pleegvader Nando van Leeuwarden uitnodigen een lied ter gehore te brengen? Het is een lievelingslied, hij gaat het ter gehore brengen, ter bemoediging. Als je eenzaam bent en in het duister, kijk dan naar mij en roep mijn naam. Als geen mens je kent en niemand luistert, zelfs als je fluistert, zal hij je stem verstaan. Als een vriend wil ik je dragen, alles dagen, ik zal het zijn. Als een stem in donkere banken, zal ik wachten, ik zal het zijn. Wees niet bang, want er zit op de stilte om je heen. Wees niet bang, en laat je nooit alleen. Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen, ik zal het zijn. Als een stem in donkere nachten, zal ik wachten, ik zal. Wij zingen samen op bladzijde 16. Halleluja, prijs de Masra, Jubicini, prijs de Heer. Bladzijde 16. Praise the Lamb, praise the Lamb,
mij bereid. Ze zullen na een korte tijd van strijd de eeuwigheid aanschouwen en ontwaken tot onsterfelijkheid. Zij rusten van hun moeite, hun lijden is voorbij. Bij vaders troon wacht hen zoon en hun werken volgen hen als loon. Zalig zijn diegenen die in Christus ontslapen. Voor ons mensen zijn zij te vroeg van de aarde ontnomen, maar voor God op de juiste tijd. Aan het einde van hun dagen worden zij het vaderhuis ingedragen als rijpe schoven in de schuur. Zij leven bij de Heer, zij zondigen niets meer, halleluja, het is volbracht. Jezus overwon het graf, hij droogt onze tranen af. Geen rouw of duisternis heeft in Gods koninkrijk meer macht. Laat ons bidden, broeders en zusters. God, op dit uur zoeken wij u en vragen, wees hier aanwezig, God van mensen. Wees licht in ons duisternis. Wees voelbaar nabij als een mens. Gij alleen weet, God, hoe wij ons voelen. Nu Albert Ludwig Hohen van ons is heen gegaan. Op een moment waar we het niet hebben zien aankomen. Zie onze vragende ogen en onze tastende handen. En hoor hoe wij u roepen, God van leven en dood. God van alle begin en einde, de Alpha en de Omega. God van vergeving, op u wij hopen. Wij leggen vertrouwvol ons lot in uw handen. Wij verstaan niet alle tekens op onze weg. Ze zijn vaak onduidelijk. Help ons over dit verdriet heen. Stel de familie bij, in het bijzonder zijn vrouw, zijn kinderen, zijn broers en zussen, zijn pleegvader. Heer, leer ons in de duisternis toch naar uw hand te grijpen. De liefde heeft ons kwetsbaar gemaakt voor alle vergankelijkheid. Laat ons de dood een plaats geven die bij het leven hoort, o God. Blijf ons tot steun. Met een handvol woorden bidden wij u om zijn thuiskomst bij u, waar niet meer wordt geleden en geen verdriet is, waar geluk wacht en uw leven. Breng hem thuis, o God. En laat onze Albert Ludwig Hohen nu voor altijd in u geborgen zijn. Geef ons de kracht om verder te gaan en dieper met elkaar verbonden te zijn. Leer ons elkaar te troosten met woorden vol geloof, totdat wij allen eenmaal Christus tegemoet gaan en voor altijd met u en ons dierbaar overledenen zullen samen zijn. Geef aan de ziel van Albert Ludwig Hohen de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte hem dat hij rusten mogen in vrede. Dia pina de trobi, dia doro vi mubrati na hemel in niti aje, bladzijde 16. Yeah.
bent u, wat een kostbaar geheim. Uw naam is Ik Ben en ik zal er zijn. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig, u die mij ziet. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. O naam aller namen, aan u alle eer, niets kan mij ontscheiden van Jezus, mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn, voor eeuwig, ja eeuwig, zal ik bij u zijn. Janta da Pondre, de Engli e Nyampre, bladzijde 15.
broeders en zusters, we zijn gekomen aan het einde, aan dit gedeelte, de uitvaartdienst op de begraafplaats, zullen we het verder afsluiten bij het graf. Diakonissen, verschillende dank voor de mooie dienst die u verzorgt. Rami, jouw wens thanksgiving, denk ik. Nee, ik ga het voor een deel doen. Gezien de tijd hebben we nog een paar minuutjes. Rani vroeg mij om nog een nummer te zingen. Ik ga een deel doen, wat ik niet te lang maak. Het is een lied dat vertolkt. Verlaat mij niet. Geestelijk. Jana, zindigi se na jana. Yaar ka ye fasana lut na jaye kahe jana hum rahenge tumhare hai jab tak sitare onze band zal bij voorbestaan, zolang er sterren zijn en de aarde er is. Ivan Wiesgen, mijn broer aan die vragen voor de laatste woord. Ach, daar ben ik. Familie, Omnando, onze pleegvader, onze broers en zussen, onze neven en nichten, mijn kinderen, ook in Nederland. Namens, mag ik jullie, namens onze hele familie, hartelijk danken voor de welgemene condolences. En ook jullie aanwezigheid hier, de speciale, echt dienst voor Albert. Ik zou je ook willen verzoeken, als het mogelijk is, dat je ook mee zou kunnen gaan in de begraafplaats. Dat je aan Albert toch daar vrolijk te graven is. Mag ik u namens onze familie ook diep hartelijk bedankt. Ook voor hartelijk bedankt. Mensen, als pachtlist, livestreamers, mag ik u vrienden, vooral ook zie ik mijn beste vriend, Romeo. Romeo. Maar voor de play. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Lieve mensen, ik vraag wat personen van ons mee aan het verlaat binnenkomen. En via deze weg wil ik die personen, de bezoekers hier zo, in de gelegenheid stellen om alsnog afscheid te nemen en mogelijk nog condolences te gaan doen. U kunt dan deze kant van de kist lopen en dan afscheid nemen. We hebben nog een paar minuutjes daarvoor, dus graag komt u maar voor. Doorlopen.
Doorlopen alsjeblieft. Doorlopen alsjeblieft. Doorlopen, doorlopen, doorlopen alsjeblieft, doorlopen. Thank you.
maar ook een tevens ook nog een jaar een beetje meer. Het is ook een 70 geworden. 70 mooie jaren. Wat er ook gebeurt, ik zal altijd met ons hart blijven. Dan houden we van jou. Oud Manny Kroof. Oud Manny Kroof, nee! Stem die make him clip stop ring.
Yeah.
Thank you.
This is Caribbean Vibes. Why do I no longer feel like I've a place to stay? Oh, take me where someone will care, so fear will go. I'm sorry that I left you. I know you feel alone, but God told me that He needed me. He called me to come home. In what seemed to be an instant, in the twinkling of an eye, an angel gently took my hand and led me toward the sky. As I ascended into heaven, beyond the pearly gates, angels were rejoicing. Then I saw His radiant face. God's eyes shone down upon me from the glory of His throne. He said, "Enter into paradise.
paradise, 'cause heaven's now your home. I fought the fight, I finished the race, throughout the trial I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. God told me not to worry, He said you'd be okay, because eternity's forever, and we'll meet again someday. I fought the fight, I finished the race, throughout the trial I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. I'm flying with the angels, and heaven's now my home.
Thank you.
pardon, 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 pardon. Broeders en zusters, mag ik even uw onverdeelde aandacht? We gaan hier afsluiten. Mag ik even uw aandacht? Die komt een beetje naar achter. Albert Ludwig Houwen. Wij vertrouwen uw lichaam toe aan de aarde. Rust op deze plek in de eeuwige vrede in moeder de aarde in Gods hand. Kijk achter u, kijk achter u. Stof zijn wij immers als mensen en op Gods tijd zullen wij tot stof wederkeren. Wij zullen uw naam blijven noemen.
Broeders en zusters, wij mochten hem voor het laatst in ons midden hebben. Wij laten hem in de handen van de levende God. Laat ons bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons nu gaan in vrede, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Oké, Nando gaat nog wat zingen, maar u mag gewoon strooien. Alsjeblieft niet voor me staan. Abide with me, fresh for the eventide.
van die goede Ja, oké. Okay. Ik ga hem een beetje naar achteren. Ik ga hem een beetje naar achteren.
Wacht, gaat dat tegen die. Wait. Mag ik ieder hartelijk bedanken dat je hier aanwezig is. De gastheid van mijn broer, lief van mijn broer. De vader van mijn twee neef, van mijn neef en mijn nicht. De vader van Lucia. Ja? En mag ik u hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid hier. En hartelijk bedankt voor de attentie die je voor geeft. Ja? Ook voor degenen die hier aanwezig kunnen zijn, die in Holland zijn. Mag ik ze van harte bedanken voor hun medeleven en attentie. Dankjewel. Okay? Dankjewel. Ook Hilla, bedankt. Nando, bedankt. Voor de mooie Nitti. De mooie Siginetti die we gehad hebben. Diep ook bedankt. En al mijn broers en zussen die ook gekomen zijn. Sam, fotograaf. Hartstikke bedankt. En ja, het is de verjaardag. Dus we gaan thuis toch nog even kijken of we een beetje kunnen vieren. Oké? Okay? Dankjewel. Dankjewel. Wakaboom, Alba. Welkom. Wel thuis. En wakaboom. Blijf even staan. Zwaar jullie even. De groeten aan de andere broers. Ja, we moeten het nog schrijven. Dat mijn vader. Ja. De datum, zijn naam en alles. Dat mijn vader. Voor wie is dat ene bloemstuk heen die boek? Echt eentje op het kraf. Hallo, dat is van kraf dat niet. Demiluku ala de mati fumija, ma mati unomu broko unobroko mi hati, mi kamisrefi desari. Sari, sari, futuro.
Ooh.